Hallo, ik ben Mathilde van Belmodo. Hey, ik ben Amélie van Belmodo en ik heb een klein probleem. Ik heb nogal last van gevoelige ogen. Ik gebruik verschillende oogschaduwproducten. Het enige wat dat wel werkt bij mij is dit. Dat is een potloodje. Okay, dat gebruik potlood. Ik af en toe. Misschien zijn er nog dingen die je mij kan aanraden. Ik merk mensen die gevoelig reageren op oogschaduw. Dat komt heel vaak omdat er daar veel talk in zit. Ja. Ik heb daar eigenlijk wel een trucje voor. Namelijk een crème oogschaduw proberen. Ik heb hier twee van L'Oréal. Ik zou bij u blauwe ogen zo'n peachy kleurtje gebruiken. Mm-hmm. Omdat peachy tinten, dat zorgt er eigenlijk voor dat het groen en het blauw in je ogen er nog meer uitspreiden. Het toffe hieraan is eigenlijk dat het een soort van sponsapplicatortje is, waardoor dat je daar geen borstel meer voor nodig hebt. Dus je doet een beetje op de achterkant van je hand. Gewoon met je vingertoppen, nog een keer sluiten, heel zachtjes aandringen, maar nog een keer sluiten. En peachy tinten zijn ook enorm in de mode nu. Ik ga juist een klein beetje blenden met de borstel. Als je iets van een zachte borstel thuis hebt liggen, kan je er altijd heel zachtjes over gaan. Voilà, dat is eigenlijk maar 2 seconden werk. Oké. De crème oogschaduw, dan wil ik ook nooit een primer nodig, wat ook ideaal is. Ik zou heel zachtjes misschien een keer erover gaan om de randjes te blenden, maar eigenlijk is het al perfect zo. Mag ik dat eens lenen? Mag, je moet dat zelf hebben. Alsjeblieft. Ah, super. Merci. Ik ga dat dan eens proberen om te laten zien. En laat mij weten als het lang blijft zitten en er geen irritaties optreden. Ondertussen heb ik het product van Mathilde zo'n 3 weken gebruikt en ik voel echt wel dat er een verschil is. Mijn ogen zijn iets minder snel geïrriteerd. Dus ik vind het wel een goed alternatief voor mijn potlood en ik ga het zeker wel blijven gebruiken, denk ik. Merci Mathilde. Dankjewel om te kijken naar deze beauty video. Als je nog meer leuke video's wil zien, klik dan hier. Of daar. Of hier. Daar. Hier. Of daar. Hier. Ja? Of daar. Of daar. Ah.